Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksel Natuurlijk. Onze cameravrouw Berit heeft iets moois bedacht voor ons. Frans, leg eens uit waar we zijn. Ja, we zijn hier in het gebiedje bij Sint-Niels-Hersel Volmeer. Maar de bokselnaren kunnen hier makkelijk naartoe lopen. Want die lopen via Sparrenrijk naar Eikenhorst. Dan komen ze Halse Beemden terecht. Dan kunnen ze onder de snelweg door. Dan komen ze hier in Volmeer terecht. En landgoed Blijendijk. En als ze dan nog verder willen gaan, kunnen ze zo naar Maria Kapel in een bos lopen. Ah, kijk. Top. En speciaal, ik heb ze aan. Ja. Ik zie het, ja. Laarzen, want? Ja, want we blijven boven de dijk lopen, want ik heb ze niet aan. Oh. Maar hier loopt ook een heel mooi laarzenpad, dat bedoel je. Ja, ja. Hier loopt een heel mooi laarzenpad. Maar wij gaan even over de dijk naar een paar prachtige bloemen. Nou, dat weet ik zeker. Hop, kom maar. We gaan. Kijk, hier staan gelukkig nog wat bloemen. Knoopkruid, ja. Klaprozen, margrieten. Maar voor de rest, heel het gebied is allemaal gemaaid. Daar gaan we daar even over. Okay. Wat ik net voor bijzonder zag hier. Kijk, hier is hoe mooi. Hier zit een heel gek beestje. Oh, dat ja. Lijkt een beetje op een hommel. Heeft ook haren van voren. Ja. En achter op de dekschild zitten van die streepjes zo. Drie ja. Dwarsstrepen. Wat we hiermee te maken hebben, heet de penseelkever. Nooit nou, je kunt het zo bedenken. Hebben zo kever met zoveel haren. Dat lijkt wel een penseelkever. Het is familie van de meikever oh ja. En van de mestkever, want het heet bij de bladsprietkevers. En dan komt dat voor aan het kopje, zit zeg maar zo'n voelspriet die uitloopt in een blaadje. Mm-hmm. En wat leuk is, wat die nou aan het doen is, want die penseelkevers zijn dol op bloemen van dit soort families. Mm-hmm. En die eten dan de bloemdelen op. Prachtig, hè? Ja, hij is mooi. Hij is mooi, hè? Hij ziet er heel aaibaar uit. Dat zijn ze ook eigenlijk wel. Alleen, ja, weet je, heel veel mensen denken dat het een hommel is. En dat is dus die mimicry. Ja. En mimicry betekent dat ze iets nabootsen. Wat waarvan gevaarlijk de vogels is. Denken van, dat is gevaarlijk. Ja, dus daar ga ik niet op af, want die heeft een angel en dat steekt mij. Ja. Ja, ah, mooi dit, hè? Ja, fantastisch. Prachtige bloemen. De van deze zo, ja. Knoopkruid en daar staat klaproos weer. Ja, ik vind het heerlijk. Zo moet het eruit zien. Ja. Maar kom maar eens mee, dan zal ik iets anders laten zien. Dat is echt, ja. Ja, ik zie het al vreselijk. Kijk, hier is dit. Oh. De bloemen liggen er nog. Zie je dat? Ja, en dat vind ik dus niet goed, hè. Dat is veel te vroeg gemaaid. De bloemen hebben nog geen kans gehad om zaad te zetten. Och. En waarom zou je hier gaan maaien? Ik bedoel, het is een prachtig gebied en je hoeft hier niet echt te gaan maaien. Het is echt onzin. Dan is het nog eens een keer zo dat de lente dit jaar 2 weken later is dan andere jaren. Ja. Dus je zou sowieso moeten wachten. Maar wat gebeurt er dan? Het staat op contract. Het contract geeft aan, zo laat maaien. En dan gaan ze gewoon maaien. Kijkt niemand meer naar wat de kwaliteit maar is. Hoezo contracten? Met nou, loonwerkers ja, of zo? Ja, dat wordt gewoon afgesproken. Maar is dit... Is dit nog voer of zo voor dieren? Ik denk of? Het niet, want en verder heb ik Jacobs kruiskruid gezien. Nou, dat paarden, als dat bloemetje er staat, dan is er niks aan de hand, want dan vreet het gewoon niet. Je weet dat het puur giftig is. Maar als het in het hooi komt te zitten, wat dit dan genoemd wordt, dan is dat niet te zien. En dan vreet de paarden dat, dan gaan ze dood. Dan gaan ze gewoon puur dood. Dus dat is echt gewoon nergens. Dit wordt gewoon weggegooid. Ja. Dus dat is zo zonde. Er zijn geen auto's die hier last hebben van hoogstaande bermen. Waar mensen vaak over klagen. Vind ik trouwens ook sowieso onzin. Maar dat zou dan kunnen, bij wijze van spreken. Maar hier komt geen auto. Het zijn alleen maar wandelaars. Dus echt heel, heel, heel triest. Kijk, Jeleen. Kijk eens wat ik hier heb. Jeetje. Wat is dat dan? Ken je dit? Nee. Nou, hier ben ik wel blij om dat ze het afgemaaid hebben. En dit is de bloembol die ik in mijn hand heb. Ja. Dit is dus die beroemde reuzenberenklauw. Jeetje. Die als je dus zeg maar niet oppast en je krijgt zo'n naaldje in je vingers of zo, dan kan dat blaren opleveren. En zeker als de zon fel schijnt,
dan gaat het meteen hartstikke werken. Dus dit is een invasieve soort, hè, daar hebben we het al vaker over gehad in Boksel natuurlijk. Ja, dit is ergens vandaan gekomen. En hier naartoe gebracht door mensen. Door mensen? Ja, alleen maar door mensen hier naartoe gebracht. Niet zomaar ergens vandaan komen, maar door mensen hier naartoe gebracht. Omdat ze het leuk vonden om zo'n grote berenklauw in de tuin te hebben. Niet wetende wat voor... Nee, precies wat voor gevolgen het zijn. Want nu hier staan ze ook al volop en heel veel natuurgebieden hebben er last van. Ja? Maar gelukkig hebben ze hier dan gemaaid. Hè. Dat maaien ze ook net overal, vind ik verschrikkelijk. Ja? Hè, die knoopbloemen en de kamillen en alles wat ze omgemaaid hebben. Maar dit vind ik verder prima. Maar wat een joekel! Ja, dat zijn reuze berenklauwen. We hebben eigenlijk, ja, het is, ik ken de soorten niet onderling, maar er zijn inmiddels al 8 verschillende reuze berenklauwen die hier naartoe zijn gekomen. De eerste was een beetje de Caucasische reuze berenklauw. Maar ja, het is een raar ding. Kijk, daar op die brandnetel, daar zit een heel mooi juffertje. Oh. We kennen zo'n libellensoort, dat is, ja, de weidebeekjuffer, maar dan een mannetje. De weide? Weidebeekjuffer. En die weidebeekjuffer heeft dus een metallic blauwe kleur als lichaam. En de vleugels zijn zwart, maar de bovenste stukje van de vleugels is een beetje doorzichtig. Dat kun je bijna goed zien. Heel mooi. En dat is heel mooi. En elk mannetje heeft hier zijn eigen domein. Hè. Die heeft dan, ja, pak een paar meter. Daar is dat mannetje de baas. Jo. En dan hoopt hij dat daar een vrouwtje in zijn biotoop komt. En dan kan hij paren met dat vrouwtje. Komt er nou een ander mannetje in dat biotoop, dan gaan ze zogenaamde, ja, vluchtgevechten aan. Dan gaan ze naar elkaar toe en dan kunnen ze onafhankelijk alle 4 de vleugels bewegen. Dat is zo prachtig om te zien. Ja. Dan lijkt het net vlinders die hier rondvliegen. Nou, kijk Jolene, hier zijn we aan de boorden van de Essenstroom zo gezegd. En de stroom, de grote stroom, die gaat aan die zijde langs. Die kalft daar ook de kade af. Hè. Dan wordt constant kade afgehaald, doordat die stroming heel sterk is. En hier zet de beek zand af. Dat kun je zien, hier een mooi zandstrandje, hier direct onder het water. En zo komt het dat dit soort beken, dat noemen we laaglandbeken, aan hun bochten komen. En dat doen we dan weer meanders. En die ontspringen vooral in het zuiden van Nederland. In het noorden liggen sprengen, maar dat zijn kunstbeken, die zijn aangelegd. En nog verder naar het zuiden toe liggen bronbeken. Daar komt echt een hele grote watermassa naar boven borrelen. Dat zijn, wow, de 3 verschillende beken die wij in Nederland kennen. En de Essenstroom hoort dus bij zo'n laaglandbeek. En, maar dat is de natuurlijke manier. Ja, dus ja, daar stroomt die langs. En dan kan ik me voorstellen, even simpel gedacht, daar komt de kracht en die haalt het weg. Ja, precies. En dan aan deze kant? Daar komt er steeds meer land bij. Wat zo leuk. Ook zien. Maar leuk, dat meanderen is precies wat goed is voor de natuur. Ja, hè? Zeker weten. Want in de lage delen kunnen, zeg maar, allerlei fauna kunnen er eitjes afzetten. Denk maar zo'n libellen. Ja. Maar ook, zeg maar, eenden kunnen daar broeden. Ja. En in de hogere deel, nou, daar zitten ijsvogels in de wanden. Wauw. Kunnen we dat hier ook nog zien? Nee, hier is de begroeiing te groot. We gaan hier over een hangbrug. Echt? Echt een hele mooie lange hangbrug. Wie loopt die? Een norm. Oh, echt? Een norm. Oh, dat vind ik leuk. Nou, wil jij voorop een keer? Zal ik, ja, voorop? Maar eerst even. Dit is de Essenstroom. Essenstroom nog steeds. We gaan nu de Essenstroom over via deze prachtige hangbrug. Maar dit is toch helemaal niet... Kun je met losse handen? Ga maar. Oh, oh. Woehoe. Mooi, hè? Het midden wordt pas erger. Oh, niet wiebelen. Ik wiebel niet, ik loop gewoon achter je aan. Ik weet wel wie te wiebelt. Ja, ik vind het echt leuk. Maar had ik ook gezegd, hè? Oh, oh, kijk daar, Jolien, kijk. Hier, dat is ook leuk. Want er zit ook voedsel in de beek natuurlijk, hè, in de stroom. Ik heb hier een schelp. Kijk, dat is een schelp van, ik denk, een zwanenmossel. Die worden meestal zo groot. Hier? Ja, die zitten gewoon in de beek. En die vangen ja, allerlei dieren eruit. Vogels, maar ook gewoon zoogdieren. Bijvoorbeeld, zeg maar, muskusratten of je zegt, die pakken hem wel op. Of als er toevallig een marterachtig in de buurt is, dan pakken ze hem ook op. Maar ook vogels. En dan eten ze de inhoud gewoon op. Kijk, dat is echt een mooie schelp. Maar jij zegt even heel simpel, gewoon hier in de beek ja, een schelp. Ja. Die zijn toch alleen aan het strand? Nee, hier nog. Hier zit ook heel veel dieren, zeg maar, die in het water leven, wat ook een schelp hebben. En onder andere de zwanenmossel, dat is een mosselachtige, die juist in dit soort beken leven. We hebben het straks gehad over dat stukje lager water, hè, waar de stroming niet zo hard gaat. Nou, daar kunnen ze best leven. Ja. En andere dieren eten dit weer op. Mooi, hè? Prachtig om te zien, hè? Oude fruitbomen staan er nog in. Nou, fruitbomen? Ja, berkjes.
esdoorn. Hey, maar is dit aangeplant of is dit? Ja, dit is aangeplant. Okay. Dit is heel duidelijk aangeplant. Tjiftjaf horen we. Echt? Hoor je tjiftjaf niet net? Tjiftjaf. Doet zo weer. Ik hoor een Rolodius. Op de achtergrond, tjiftjaf, tjiftjaf. Die vogel roept gewoon, dat is makkelijk, die roept gewoon tjiftjaf, tjiftjaf. Dit? Ja. Oh, echt? Dat is de tjiftjaf, ja. Tjiftjaftje. Oh, kijk, hier is een mooie vlier. Ja. En die staat ook, zie je nu, we hadden net over bloei, die staat nu pas in bloei, hè. Ja. Dus als je die nu zou snoeien, ja, dat is echt veel te vroeg. En deze heeft dan zijn bloemetje beneden al verloren. Maar boven staan ze nog steeds mooi uit te groeien. Vlierbessentee. Ja, geweldig, hè. Overal voor te gebruiken. Ik vind het lekkerste als het een lekker borreltje is. Een vlierbessenborreltje. Kijk. Dat is echt kale jonker. Kale jonker, nou, je snapt meteen waarom die kale jonker heet, of niet? Weinig blaadjes. Precies, kale jonker, weinig blaadjes. Ja, prachtig. Maar ik vond hem dan weer heel erg lijken op die we net zagen. De akkerdistel en de knoopkruid. Ja. Ja, die hebben allemaal dit soort vormen. Maar dit is de distelfamilie, knoopkruid hoort bij de korenbloem. Dat is een heel andere familie. Waarom is deze zo slecht benaderbaar met onze stekels? Nou, dat is de bedoeling, dat er zeg maar niet gevreten wordt door de grazers het eten. Oh, ja. Kijk, en dit hier, dat willen we dus niet hebben. Nee, de duizendknoop. Nee, oh. Dit is reuzenbalsemien. Reuzen. En dat is ook zo'n invasieve soort. Alleen, ja, hij wordt nog wel door imkers een beetje aanbeden. Omdat hij heel goed nectar levert. Ja. Maar in de natuurgebieden, kijk wat er gebeurt. Hij overrompelt hier heel het gebied. Ja. En als je dat niet in de gaten houdt, dan is binnen zeg maar een jaar of vijf, dan staat het hele gebied vol met springbalsemien. Net zo erg als Japanse duizendknoop. Ja. Mooie plantjes. Oh, wow. Blijf fonteinkruid. Sorry. Kijk, hier. Oh, zie hier. Je dat. Ja. Zie je? Heel goed. Ja. Helemaal afgekalfd. Ja. De rivier komt er zo aan en dan gaat hij daar, dan knalt hij tegen die kant aan. Dus maar hij gaat toch zo? Hij gaat zo, paf. Oh, dan hij maakt net als dat je zeg maar met een coureur ga je zo die bocht. Ja, precies. En daar aan de overkant kun je het ook zien. De ginder in de verte. Oh, dat is eigenlijk wel logisch. Ja. Ja. Mooi, het hangt ook lekker, die hangbrug. Dus daar heet je ook hangbrug waarschijnlijk. Jij bent net helemaal blij daar, hè, bij die hangbrug. Ja, ik word helemaal blij als ik dit zie. Wat dit is het? De echte koekoeksbloem. En als je heel goed kijkt, dan heeft hij ook een beetje die anjervorm. En als ik die bloem zie, dan weet ik dat het een goed grasland is. Want dat betekent dat er weinig kunstmest op zit. Dat er op goede tijden wordt gemaaid enzovoorts. Dus een compleet goed grasland. En daar komen deze in terug. Vooral omdat het een beetje nat is. Hè? Want dan ze houden een beetje van niet te nat. Maar een klein beetje nattigheid wel, dat vinden ze lekker. En dan kunnen deze prachtige bloemen groeien. Die zijn best zeldzaam aan het worden, omdat overal de grond toch aan het verrijken is. Dus daarom ben ik extra blij dat ik ze dan zoveel bij elkaar zie staan. En wat je ook nog ziet, is daar een heel mooi klein pinksterbloemetje. Ja, die vind ik zo leuk. Dat is een pinksterbloemetje. En daar klein. Komen toch de oranje tipjes graag daar op? Daar komen de oranje tipjes graag de op, de vlinders, ja. Absoluut. Ja. Ja. Maar jij zegt, ze zijn dus zeldzaam, die koek. Ja, ze zijn zeldzaam aan het worden, ja. Oké, zeldzaam aan het worden, doordat de bodem te verrijkt wordt. Ja, er wordt veel te veel kunstmest opgegooid, er wordt veel te vlug gemaaid en dan krijgen deze geen kans meer. Maar dat is ook een beetje de vraag van de consumenten, hè? De andere kant. Die willen allemaal vlees en snel en meer. Ja, is dat zo? Dat is een discussie, hè? Ja, dat is wel. Ik vraag mij af of dat de discussie. Ik denk dat de discussie is dat wij het tweede landbouwproductieland van de wereld willen blijven. En dat betekent dus dat er heel veel vlees export. Niet hier, ja precies, niet hier geconsumeerd wordt, maar ergens anders. Hè. Dus de export is hier groot. En daar gaat het voor een groot deel op. Dat is te gek, dit is het kleine landje voor heel de wereld. Tweede landbouwproduct. Nou, dat is niet. Ik denk dat we dit dan zeg maar voor een ander programma dat zo, maar, moeten laten. Ik word er gewoon helemaal vol van, ja, dat snap ja. Het was hem vandaag. Ik vond het heerlijk, Frans. Ja, prachtig, hè? Mooi landschap in Brabant met kleinschalige graslandjes. Een prachtige beek met daar weer fantastische gronden erbij. En een penseelkever. Ja, ik vond het echt heel erg mooi. En daar de A2. Ja, dat is de A2. En daarachter ligt S. Ja, en het leuke is, S hoort natuurlijk bij Bokstel. Dus ons gebied wordt ook groter.
En ja, ik heb genoten. Ik was hier nog nooit geweest. Dankjewel. Dat is heerlijk. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende Boksel natuurlijk. Dat is zo zonde